Goedenavond, ik ben Desiree Stokkel. Het is 3 augustus 2014. Deze video is voor de nabestaanden. En ik hoop echt dat de nabestaanden dit zo snel mogelijk verwerken. Ik ga deze video ook doorsturen aan een van de e-mailadressen die er bestaat. Het kan niet anders. Ik zet het journaal aan en daar zie ik dat de letselschadeadvocaat John Beer een grote zier maakt en zegt: ik wil voor de nabestaanden een miljardenclaim indienen. Ik wil kijken of we de separatisten kunnen straffen. En als het Kremlin die wapens heeft geleverd, dan moet het Kremlin ook worden aangepakt. Nou, degene die mijn video's hebben bekeken, die al op mijn website hebben kunnen kijken, die weten dat dat onmogelijk is, maar ik ga het hier eventjes op een rijtje zetten. Ten eerste vind ik dat die John Beer letselschadeadvocaten morgen van het tableau van de advocatenorde geschrapt moet worden. Wat hij doet is echt compleet buiten zijn boekje. Hij bewijst nu al dat hij weigert de grondwet, Volta-verdrag, mensenrechtenverdragen, VN-verdrag, EU-verdrag en statuut van Rome, dus het internationaal strafhof, toe te passen. Dan is er nog iets anders. Alle advocaten in Nederland houden de corruptie van het parlement, de koninklijke familie, de advocatenorde, het internationaal strafhof en dus ook de rechtspraak in stand. En dat bewijs ik. Als je mij googelt met advocatenorde, dan komen er allemaal e-mails uit. Ik heb de advocatenorde heel erg vaak gewaarschuwd en uitgelegd dat ze meewerken aan het veroorzaken van meer oorlogen en dergelijke. Dus de corruptie is dermate groot dat eerst de corruptie aangepakt moet worden voordat de nabestaanden schadevergoeding kunnen krijgen. Die John Beer advocaten die weten heus wel dat er tegen Nederland een rechtszaak ligt bij het internationaal strafhof. En het zal mij niet verbazen als er vanuit het parlement al contact met hem is opgenomen. Ik weet niet of dat zo is, maar het zal me echt helemaal niet verbazen. De reden waarom hij dus van het tableau geschrapt moet worden is omdat hij meteen al afgaat op schuldigen via de media. En dan gaat hij er ook direct vanuit dat het Kiev-parlement geen enkele blaam treft. Het Kiev-parlement gaat vrij uit, ongeacht wat er gebeurt. Nou, dat mag hij helemaal niet zeggen. Als advocaat mag je je zo niet gedragen, want dan geef je al aan dat je partijdig bent, nog voordat je een dossier hebt gelezen en dat je ergens aan begonnen bent. Dan heeft hij het over het straffen van Poetin. Nou, ik heb jullie uitgelegd in andere video's dat er een rechtszaak ligt tegen Poetin binnen het internationaal strafhof. En dat het internationaal strafhof is die de oorlog van Oekraïne opzettelijk heeft laten ontstaan. Samen met Nederland, parlement, koninklijke familie en onze veiligheidslobby, die Hague Security Delta. Als je daar dan voorbij gaat en je staat dan in de rechtszaal met zo'n advocaat John Beer, dan zal vroeg of laat het Kremlin met de waarheid komen die ik jullie al bewijs. Dus dan krijgen de nabestaanden een klap in hun gezicht. Als het toneelstukje van advocaat John Beer al lang draait. Dus de nabestaanden hebben nu te maken met het toneelstuk van parlement, koninklijke familie en dan de relatie met het Kiev-parlement. Dat is één toneelstuk. En dan komt daar nog een ander toneelstuk bij en dat stuk heet John Beer letselschadeadvocaat. Wat jullie echt nodig hebben is mijn dossier en mijn medewerking. In principe zouden jullie het zelf zonder mij kunnen doen. Je hebt mijn dossier, je hebt mijn video's. Maar ik wil best wel meewerken. En daarvoor wil ik helemaal niets hebben. Ik kan niets aanvaarden, want ik ben rechterloos met de rechtszaak tegen het internationaal strafhof. Bovendien ben ik degene die het bewijs aanlevert. En ten tweede wil ik ook helemaal niets aanvaarden. Ik bedoel, deze ramp is zo erg en heeft zo'n grote impact op Nederland
En het gaat eigenlijk over het behoud van de rechtsstaat Nederland, het behoud van de soevereiniteit van Nederland, maar ook het behoud van de autonomie van het menselijk lichaam binnen de grondwet en die mensenrechtenverdragen. Het feit dat jullie als nabestaanden mogen zeggen, wij hebben een slachtoffer van wie de fundamentele grondrechten zijn geschonden. Dat recht moeten jullie hebben en dat recht kan ik alleen aanreiken. En je hebt het nodig dat ik het aanreik, want als er zo'n hoge, als er zo'n blaasbalkenrechtszaak wordt gebouwd door John Beer, dan komt vroeg of laat de waarheid op tafel. Dus dan kun je maar beter nu vandaag proberen die waarheid te verwerken en ervan uit te gaan dat er nooit een miljardenclaim komt, omdat er totaal andere belangen spelen en andere partijen zijn dan tijdens Lockerbie. En we hebben nu, bij Lockerbie was er nog geen internationaal strafhof. En was er ook geen vrouw uit Libië die tegen Gaddafi binnen het internationaal strafhof een rechtszaak had gestart. Er was helemaal niemand die kon bewijzen dat Gaddafi zelf via het internationaal recht en sabotage ervan die aanslag op zijn geweten had. Dat de Lockerbie toestand mag er niet bijgehaald worden, want het is alleen maar politiek gechanteerd. Deze, de MH17 ramp, is een juridisch feit, is nu gewoon al een serie rechtsfeiten die ik jullie aanlever. Het is 7 minuten. Ik ben kwaad hoor, ik ben echt kwaad. Ik bedoel, meestal maak ik geen video's 's avonds, want ik weet dat het er niet uitziet, maar ik ben echt zo kwaad dat ik dit meteen op het internet zet, want ik wil niet dat er nog meer toneelstukjes worden opgevoerd die echt met zo onvoorstelbaar diep beschadigend zijn voor de betrokkenen. En vanuit mijn wereld zelfs, voor de slachtoffer zelf. Ik leef met body, soul, spirit. Ik leef met de levende sterven voor de levende. De levende verlaten planeet aarde, omdat ze in de galaxy een bepaalde macht gaan vormen. En die macht komt dan weer terug op aarde en dat is een soort boodschap die wij moeten opvangen. Nou, mijn sonarsysteem is behoorlijk goed ontwikkeld. Ik kan wat de blinden en de doven ook kunnen. Ik kan signalen uit een atmosfeer oppakken. Ik kan wat George Orwell kan. Big Brother is watching you. Ik kan ook in toekomstbellen kijken. Als de levende voor de levende sterven, dan is dat met een zeer belangrijke taak. De nabestaanden weten het nu nog niet. Maar ze krijgen, hopelijk binnenkort, antwoord uit de galaxy. Deze situatie is zo complex en is zo diep verankerd met de galaxy, dat het ook de galaxy is die de nabestaande antwoorden gaat geven. Dat wordt allemaal nog wel duidelijk. Ik stop nu, want het is 8 minuten. Succes.